Robert Muren, gefeliciteerd. Wat een belangrijke overwinning. Ja, dit was het enige wat telde vanavond. En we zijn echt super blij dat het gebeurd is. Je hebt van die wedstrijden dat je weet dat het moet, maar dat het niet lukt. Maar vandaag moest het, maar lukte ook het wel, alles wel. Het zat ook niet tegen vandaag. Nee, het zat inderdaad niet tegen. Maar nu wij een keer met het geluk aan onze zijde. En vorige week ook al. En dan zie je toch dat we tegen de ploegen waarin we punten moeten pakken, dat het wel gebeurt. Dat was ook echt cruciaal vandaag. Dat besef moet er bij iedereen toch zijn geweest. Ja, nee, dat was er zeker. Dat was het de hele week. We hebben gedaan wat we moesten doen. En daar zijn we heel blij mee. Wat ook wel lekker is voor jou natuurlijk. Hè? Vorige week viel je in, maakte je een goal. Vandaag staat je in de basis, maak je weer een goal. Ja, ook super lekker. Dat is precies wat ik nodig heb. Daar kunnen we verder mee. Wat ook wel mooi was, hè? Dat Thomas van Haren ook degene was die weer de assist gaf. Vorige week deed hij dat ook. Ja, ik moet zeggen dat hij daar is hij wel goed in. Ik moet hem niet te veel de hemel in prijzen, maar balletjes geven ken je wel. Ja, hij staat hierachter, dus we moeten hem ook niet te veel complimenten geven, inderdaad. Wat maakt er nou vandaag het verschil vandaag, in de wedstrijd tussen Roda en Sparta? De twee goals. Ja, is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Maar uiteindelijk op het veld, hoe heb je dat zelf beleefd? Om even in de voetbaltermen te blijven, ik denk dat we verdedigend echt heel goed stonden vandaag. Dat Roda daar moeilijk doorheen kwam. We komen vroeg op 1-0, dat is natuurlijk ook altijd lekker. Ik denk een kwartier na rust maken we de 2-0 en dan is het eigenlijk wel een beetje gespeeld. Wat natuurlijk ook wel lekker is, dat krijg je een dot van een kans. Ja, als die er dan ook niet in gaat, dan zie je dat het vertrouwen daar onder het vriespunt belandt. Ja, vanaf dat moment wisten we denk ik wel dat het gedaan was. Nog even terug te komen op jouw persoonlijke succesje natuurlijk. Hè. Je hebt nu 5 goals, 4 assists gemaakt. Ja, dat kan de trainer, die kan daar toch ook niet omheen? Nee, maar ik weet niet of de trainer die statistiekje ook op zijn broodje heeft liggen. Hij komt nog zo langs. Ja, nee, ik denk dat hij het wel weet. En dat is fijn voor mij. En voor Sparta. Ja, precies. En voor Sparta, want die punten zijn het belangrijkste. Die slaat nu ook een gat. Dat moet ook wel voor wat opluchting zorgen. We hadden gehoopt dat we wat dichter naar NAC en Willem II toe konden kruipen. Helaas hebben die ook gewonnen. Maar ja, we hopen wedstrijden te gaan. Ja, Willem II zorgde wel voor de verrassing misschien wel van dit weekend. Ja, dat was best wel apart. Maar schok-effect, hè? Ja. Toen je dat hoorde, dacht je eventjes dat je in de zeik werd genomen? Nou ja, ik hoorde het in het veld iemand roepen. En dacht, ja, het zal wel, dacht ik, weet je. Maar... Ja, krijg je dat dan toch wel mee in het veld? Daar heb je het dan toch over? Ja, volgens mij kwam het langs op het scorebord. Hè. Of toch even kijken wat ze doen. Ja, nou, ik heb het niet gezien, maar iemand zei het tegen me. Ik weet niet wie, maar niet zo belangrijk. Wordt een lekkere terugrit, hè? Ja, wordt wel een prima ritje. Je moet afronden volgens mij van haar. Ik ga er vandoor, de pizza wacht.